Wat niemand hoeft te weten, kwetsbaar en hoekbaar. Ik voel me goed vandaag. HVO vatten we vaak samen in één zin. HVO is zeggen wat je denkt, wilt en voelt. Maar ook luisteren naar wat een ander bedoelt. De wereld om ons heen. HVO is wat je denkt, wilt en voelt. Maar ook luisteren naar wat een ander bedoelt. In de HVO-lessen worden vaak vragen gesteld waar ze normaliter niet zo over nadenken. En door het beantwoorden van de vragen van anderen gaan kinderen verder erover nadenken. Of misschien van mening veranderen. Ik vind dat kinderen thuis hun ouders moeten helpen. We werken bij HVO met het HOKE-systeem. De H staat voor herkennen. Bijvoorbeeld, je vertelt een verhaal en daar kunnen ze zich met het verhaal inleven. De O staat voor onderzoeken. De K staat voor kiezen en de E voor evalueren. Als we bijvoorbeeld het thema liegen hebben, dan kun je bijvoorbeeld een verhaal vertellen of een voorbeeld van jezelf waarbij het voorgekomen is of uit mijn praktijk. Omdat ik zelf dus ook juf ben, dus ik kan daar ook voorbeelden van noemen. Dan gaan ze onderzoeken de vraag van over eerlijk zijn. Moet je altijd eerlijk zijn? Ik denk dat een heleboel meteen zullen zeggen van ja, je moet altijd eerlijk zijn. Maar je gaat verder vragen, wat nu als je met je moeder gaat winkelen en je moet zeggen wat je van de jurk vindt. En je moeder is heel enthousiast, maar eigenlijk vind je hem niet leuk. Dat is al zo'n vraag waarbij heel veel verschillende antwoorden mogelijk zijn. De een zal zeggen van, ja, ik zal eerlijk zeggen dat ik hem niet mooi vind. En de ander zal zeggen van, nou mam, hij staat je wel, maar ik zal het toch niet doen. Of ik vind hem niet mooi. En bij het evalueren ga je dus al die antwoorden een beetje naast elkaar leggen. En aan de hand daarvan kunnen kinderen keuzes maken. Hoe ga je dat oefenen? Dat je goed op een trampoline gaat. Je gaat het gewoon proberen. Nou, ik ben benieuwd. Zal ik het even opschrijven dan? Achteruit salto. Dat is een heel lang woord. Achteruit salto. Hoe past er ook net op, zie je dat? Bij HVO hebben we 5 kernwaarden. Vrijheid, verbondenheid, redelijkheid, natuurlijkheid en gelijkheid. We komen elke keer terug in de les. Ik weet het niet, maar ik weet het niet.